De directie van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo heeft kennis genomen van documenten die circuleren op social media. Die insinueren dat de directeur Claudia Redan zichzelf op eigenlijke wijze zou hebben verrijkt. Redan zou onder andere maandelijks een pensioenuitkering hebben ontvangen, terwijl zij nog niet pensioengerechtig is. Deze informatie is een verdraaiing van de feiten, aangezien het ontvangen van een pensioenuitkering voor de pensioengerechtigde leeftijd onmogelijk is. Verder wordt gesuggereerd dat Redan zichzelf onlangs heeft beloond met het aanschaffen van een voertuig op persoonlijke titel. Dat is volstrekt niet waar. Volgens haar arbeidsovereenkomst maakt zij als directeur aanspraak op een dienstvoertuig. Het proces voor aanschaf is in 2018 gestart met de nodige goedkeuringen van de Raad van Commissarissen en de minister van Volksgezondheid. Begin 2019 is gekozen voor een tweedehands voertuig met betalingsregeling volledig op naam van het AZP. Deze onterechte aantijgingen brengen onnodig schade aan de goede naam van de directeur en het AZP. Aan de samenleving wordt verzocht niet mee te gaan met deze betreurenswaardige vorm van stemmingmakerij.